Welkom bij Goed Met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld. Aflevering 228. Goed met geld podcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Goed met geld podcast. Arjan hier door je speakers en samen met Bas hebben we het vandaag over consumentisme. Tenminste, ja, niet helemaal. We gaan vooral even in op wat gebeurt er nou als jij online iets bestelt en je stuurt het retour. Daar kwam ik een, uh, een documentje over tegen en ik schrok daarvan. En nou, daar neem ik je in mee. Wat, wat vond ik ervan? Waarom schrok ik er zo van? En wat gebeurt er nou eigenlijk? Met nou, dat paar schoenen of dat shirtje, wat je even terugstuurt naar die webwinkel. Ik vond het een hele interessante docu. Ja, en check hem vooral zelf. Uh, we, we nemen een linkje op in de show notes. Goed met slash 228. Wil je reageren? Doe dat dan ook vooral onder de show notes of stuur ons gewoon even een berichtje. Goed met slash contact. Goedemorgen, Arjan. Nee, Bas. Hey. Hey, ik, uh, ik zat laatst een uh, ja, docu, is het dat? Uh, uh, VPRO uh, tegenlicht te kijken. En misschien zeggen nu een uh, aantal van onze uh, luisteraars van: oh, die heb ik ook gezien. Dat kan niet anders. Uh, hm. Maar dat was een, uh, een uh, 25 minuten. En dat ging over online webshops. En, uh, en niet per se over de webshop zelf, maar voornamelijk over de retouren die terugkwamen. Dus ik was eigenlijk even benieuwd, uh, koop jij wel eens wat online en zo ja, stuur je ook wel eens wat terug? Ik leef in 1870, dus ik koop uh, nooit wat online. Nee, zou ik ook zeker niet doen. <laughs> Gast, ik, Online, uh, wat is dat? <laughs> uh, ik kom uit de jaren 90, dus je kunt ongeveer uh, bedenken hoe oud ik ben, uh, begin jaren 90. Uh, ik heb een IT-bedrijf volgens mij. Kunnen we een beetje een inschatting maken wat voor uh, persoon uh, ik ben. Uh, gezien het feit ook dat we online content maken en zo, ja, natuurlijk koop ik wel eens wat online. En uh, ja, daar hoort ook bij dat ik wel eens wat terugstuur. Ja, nou, hier precies hetzelfde. En ik nou, voel me er niet per se schuldig om. Ik ook niet. Uh, maar dan moet je, dan moet je maar geen webwinkel beginnen als je dat vervelend vindt. Nee, nee, dat, dat nou, hoort er een beetje bij. Hè? Dat, ja, maar zelfs in een gewone winkel kan je het nog steeds terugbrengen. Hm. Weet je, dat, dat, daar hoef je niet eens een online winkel voor te hebben. De drempel is iets lager om uh, 15 winterjassen te kopen in een gewone winkel. dan naar huis te gaan ze te passen. en ze dan weer uh, dan naar 14 terug te brengen. Zeg maar. Dat is online net even wat makkelijker. om gewoon klik, 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 klik en uh, go. Ja, maar in die gewone winkel had je ze alle 10 gewoon even kunnen passen. Ja, gewoon in de winkel, ja. ja. Dat was sowieso beter geweest. Ja, eigenlijk okay. wel. Nou, en, okay. Maar goed, deze. deze de, 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 het, de, het tegenlicht, zo heet het gewoon. Uh, we, we zullen het filmpje ook in de show notes opnemen. Uh, dan kan je nog gewoon even terugkijken. Het is nog geen half uur, maar ik schrok ervan. Uh, maar dan ging het erover: hé, hey, hoe makkelijk is het tegenwoordig om te bestellen? En hoe makkelijk is het tegenwoordig om het terug te sturen? En het was een feest der herkenning. Dat kan ik niet anders zeggen. Want uh, hoe, vaak heb jij al, of hoe vaak betaal jij gemiddeld, uh, een beetje procentueel gezien, voor de re retourkosten? Oeh, dat zou ik echt niet weten. Uh, ik denk heel weinig. Ik denk dat je wel uh, meestal de verzendkosten wel betaalt. En soms worden die zelfs nog uh, door de webwinkel betaald. Dat je gewoon zo'n label krijgt van ze. Van hier ja. stuur je me terug op onze kosten. Maar vaak moet je die wel zelf betalen. Nou, ik, ik, ik heb ook geen cijfer. Maar als ik, als ik een inschatting moet maken, zal het misschien ja. 5% zijn van de bestellingen die ik uh, doe. Van ik de, heb werk, werkelijk geen idee. Als in echt de, de kosten voor het verwerken van het... Even niet, van, niet de verzending, maar echt dat jij de webwinkel dus... Uh, dat je minder geld terugkrijgt dan wat je betaald hebt, zeg maar. Ja. Dat is wat je bedoelt. Ja, oké. Okay. Nee, dat zou ik echt niet weten. Nee, nou, dat, dat, daar begint het dus eigenlijk al mee. Hoe makkelijk is het wel niet om iets retour te kunnen sturen? Ja, heel makkelijk. Ja. Da daar is ook meteen onze link met deze podcast natuurlijk. Hé, hey, ja, je bestelt het. Uh, als het niet lekker zit, het past niet, of weet ik het wat, dan stuur je het gewoon terug. Hè, boeien. Dat is de hele gedachte die al die webshops willen hebben, want die willen alleen maar verkopen. Zo simpel is het. Hè? Hoe, meer je, hoe makkelijker je dat proces maakt, hoe makkelijker uh, mensen kopen. Ja, en dat is dus uh, waar de, ja, de, waar tegenlicht dus over ging, hè, of begon in ieder geval. Hoe makkelijk het wel niet is om iets terug te sturen. En ja, dat, dat is natuurlijk het hele idee wat ze willen. Hè, dat jij iets koopt, uh, wellicht uh, wat, wat meerdere dingen, of dat je in ieder geval bij hen koopt. En mm. alles wat je niet wil hebben, dat kan je gewoon terugsturen en lekker makkelijk en kost je niks. En, nou. Ja, dat is wel heel makkelijk. Ja. En dat deed me ook meteen denken aan, aan, aan die webshop, uh, Wekamp. Die tegenwoordig 50 cent per geretuneerd artikel rekent. Hmm. Gewoon om het iets minder aantrekkelijk te maken. Uh, ja, om gewoon iets ter zomaar terug te sturen. Ja. En toen dacht ik echt van: ja, 50 cent rot op. Wat is dat nou voor onzin? Moet dat nou? Ja, moet dat nou? En uh, eh, dat, dat was mijn initiële gedachtegang. Van uh, ja, waarom? Hmm. Maar nu zag ik. In, in deze. Ja, ik ga hem niet helemaal vertellen wat er allemaal gebeurt. Want dan mogen onze luisteraars gewoon lekker zelf gaan kijken. Maar nu zag ik pas wat er eigenlijk allemaal mee gebeurt. Want uh, ik, ik weet niet, heb jij wel eens van een, een Bol-Weekamp. of weet ik het welke Cool Blue grote speler. Uh, zo'n box langs de snelweg gezien staan? In het weiland? Maar... Nee, dat zegt me niks. Nee, misschien oh, nou de... het In het westen van het land iets meer misschien. Maar... Ja, ik, ik denk het. Maar er staan dan van die grote. Fulfillment centers, zoals ze ja, ja, ja. dat uh, fancy <laughs> noemen, of die, die warehouses. Ja, ja, Were en, warehouses. Uh, de, warehouses. En wat daarin gebeurt is eigenlijk een beetje een, een ja, ondergeschoven kindje, ben ik toch wel achtergekomen. Want als je dus iets retourneert, dan uh, flik je het neer bij de, bij de uh, postsnelbali. Uh, en sowieso, dan moet het dus al verstuurd worden, verwerkt worden, noem maar op. Hè? Dus dan mm -hmm. heb je al daar kosten. Dan komt het aan bij zo'n uh, fulfillment center. Echt een geweldig woord. Kom, heb je het door? Uh, fulfillment center. Je zegt het ook met zo'n zo radiostem. Ja, ik, ik vind dat echt. Ja, ik weet niet. Goed, sorry. Uh, sorry. Daar komt het dus aan. Er wordt uitgepakt en dan wordt het gecontroleerd. En dan zou je zeggen, joh, uh, ik, ik weet niet. Bas, hoe retourneer jij iets? Uh, prop je het in zo'n klein mogelijk doosje en uh, zoeken ze het daar maar uit of probeer het nog een beetje netjes te houden. Of hoe, hoe uh, doe je dat? Ik probeer het sowieso netjes te houden... ...omdat ik vind dat je gewoon netjes moet omgaan met andere spullen. Ja. Dus dat dat, is, dat lijkt mij vanzelfsprekend... ...dat is het misschien niet zozeer. Maar, nou ja, dat dus. Um, ik stop het meestal in de originele verpakking. Ja. Dus die omdoos waar je het in krijgt... ...die, uh, die gebruik ik meestal om het ook weer terug te sturen. Een stuk teet eromheen en dan uh, op naar het postkantoor. Ja, nou, ik heb dat dus precies hetzelfde. Van, joh, de plasticjes, als ik hem openmaak... ...alle plasticjes netjes langs het randje openmaken... Of... Een plakstrookje zit niet open scheuren, maar langs plakstrookje, al dat soort dingen. Hè? Ja, ja, Gewoon zorgen ja. dat ze dat weer netjes terug kunnen krijgen als dat moet. Ja. Daar, dat, volgens mij zijn we daar uniek in. En ik Die wil mezelf goed, nu hè? niet op de schouder kloppen of weet ik het wat. Maar wat je daar ziet, hoe erg het is, hoe mensen het soms terugsturen. Mm -hmm. En dan, uh, om, om je een idee te geven, uh, ze komen bij een grote schoenenboer. En er komt 30 tot 50 procent van de schoenen komt terug. Oh. Nou, uh, als je gaat bedenken, nou, je bestelt een maatje 40, maatje 41, welke zit het lekkerst? Nou, dan gaat er altijd één terug. Uh, dus uh, dan, dan snap ik de percentages ergens nog wel. Maar dat er dus ook schoenen terugkomen waar het duidelijk op gelopen is. En dan niet even een, een kwartiertje. Nee, gewoon een dag, hè. Dat er een vouw, een knik ja. in die neus al zit. Oh, uh, yeah. ja. Ja, uh, in de winkel loop je ook een proefrondje. En dan, dan zie je op een gegeven moment een beetje een vouw. Maar dan hebben we al 10 mensen maag gehad. Hier, ja. bij één persoon. Of, uh, nou, dat is dus al niet netjes... maar ook dat mensen het terugsturen... en dan zitten de twee linkerschoenen in de ene doos... en de twee rechterschoenen in de andere doos. Of dat de maat super niet meer klopt. Super irritant. Of dat er vlekken op zitten. Echt gewoon, hoe, hoe krijg je het in je hoofd... om zo het terug te sturen? En natuurlijk, ja. hè, als, of ook, ook gewoon kleren, hè? Kapot, uitgescheurd. Ja. Um, duidelijk dat, er, dat ze naar een feestje zijn geweest... Uh, en het daarna hebben geretuneerd, hè? dat er een, een aftershave of parfum-walm omheen hangt. Echt denk, ja, hoe durf je? Moet, ja. En daar schrok ik dus enorm van. Oké, okay, dat snap ik. Uh, dan gaan ze daar dus wat mee doen. Hè? Kijk, als het een keer gebeurt, nou oké, okay, prima. Uh, je moet een rondje erop kunnen lopen, want uh, je, een schoen moet je even kunnen passen. Klaar. Ja. Uh, ik vind ook dat als een kledingstuk kapot bij jou arriveert, dan mag je dat ook gewoon kapot weer terugsturen. Want je verwacht wel een heel een nieuw kledingstuk. Ik maak meestal even een fotootje in de doos. Als ik dat soort dingen zie. Niet alleen met kledingstukken, maar ook met andere. Er komt af en toe ja. eens iets kapot aan. Dat kan gebeuren. Dat je op, opentrekt meteen even klik. Ja. ja. Maar dat schijnt dus heel, heel veel voor te komen. En toen had ik echt iets van: jongens, waar, waar zijn we nou mee bezig? Nou, en dan. Het gaat door, hè? Want hier begint het pas een beetje. Van, uh, ze, ze gaan dus verder naar: oké, okay, wat. Wat gebeurt er dan mee? Nou, dan uh, schoenen, die kunnen ergens in de uitverkoop, in de sale. Uh, op sommige webwinkels zie je dat ook. Hè. Tweede kantjes, dus nou, verpakking is een beetje beschadigd, dat soort dingen. Oh, ja. Maar heel veel webwinkels hebben dat niet. Hm. Dus ze gaan ook echt naar zo'n opkoper. En daar wordt dus echt gezegd van, ja, vroeger dan kreeg je één, misschien twee trailers met spul. Hm. Tegenwoordig zijn dat er acht, negen. Oh, wauw. Ja, en dat heeft te maken met dat mensen gewoon heel veel terugsturen, waarschijnlijk. Er, er wordt steeds meer online besteld en de percentages die teruggestuurd worden zijn nog net zo groot. Ja. En, nou, als je dan, en die, die vertelde dus over, van, ja, dit gaat naar Jordanië, dit gaat naar Marokko, dit gaat naar Turkije, het gaat hm. allemaal weg. Het, het wordt gewoon opgekocht en er zit echt rotzooi tussen. Hm. En het wordt dus verkocht uh, aan, aan opkopers, bijvoorbeeld. Nou, en die, uh, die kunnen dat dan weer leveren aan landen waar nou, vaak shit aan de hand is. Hè? Oorlog, uh, aardbevingen, dat soort gekkigheid. Waar ze gewoon goede spullen ook weer nodig hebben. Ja, ja. Onder de China-importprijs. Wow. Dus gewoon zo goedkoop mogelijk. En, uh, uh, nou, en, en de, de, de lonen zijn daar wat lager. Of, de arbeid mm. kost daar niet zoveel vergeleken met hier in Nederland of in het westen van Europa. Want we hebben het vooral over het westen van Europa. En hij zei ook van, ja, uh, waarschijnlijk zit er hier een stoel en aan het einde van deze rij met pallets staat nog een stoel. En hier is de zitting kapot, daar mist een poot. Hij van twee stoelen één. Ja. Uh, en toen had ik wel een beetje van, ja, dat, dat, uh, that makes sense. Maar toen bij een andere pallet trok hij uh, een stepje eruit en daar was de doos van beschadigd. Mm -hmm. Het stepje was nog echt gloed, gloed nieuw. Het taaieripje zat er nog omheen, maar de doos mm -hmm. was beschadigd, dus wordt weggegooid. Meenig. Eigenlijk hè, afgeschreven en wordt niks meer mee gedaan. Maar, zou, misschien een domme vraag, maar hebben die webwinkels dan geen dozen die ze, dat, dat ze die dingen opnieuw kunnen inpakken, onpakken en dan weer opsturen? Of ben ik nou, denk ik, nou te simpel? Ik, ja, uh, ik... je zou best een economische incentive hebben, natuurlijk, um, om dit even goed op te lossen. Nou, en dat, dat vond ik dus het lastige van deze hele aflevering. Want ja, uh, ze, ze komen ook bij een kledingverwerkingsbedrijf. Uh, en wat voor gigantische balen met kleding daar staan. Oh ja. En, hè, en, en die, die vrouw zei ook echt... en ze liet het ook echt zien. Sommige kleding die hier komt om te vernietigen... daar zitten de tags nog aan. Gewoon de oh, verkoopkaartjes. Gewoon ja. gloednieuw nog. Gloednieuw en het wordt hup zo weggeflikkerd. Mm. En toen... Ja, ik, ergens vond ik dit onderwerp een beetje raar bij deze podcast... Hè, want we hebben het over personal finance... Mm -hmm. En wat heeft nou dit met personal finance te maken? Nou, dus dat vond ik een mismatch. Maar aan de andere kant, ik wil ook echt wel even aandacht hier aan besteden. En daarom ga ik gewoon even een aantal dingen langs... waarvan ik denk van, nou, dit heeft het dus toch wel met personal finance te maken. En dat begint dus al met die gasten die gewoon even op de bank zitten en wat bestellen. Hoe nee. makkelijk is het tegenwoordig om even wat te bestellen? Ja, dat, daar schrok ik eigenlijk van. Van, joh, ja. ik, ik heb even niks te doen. Dus ik ga, weet ik het, bij welke webshop ga ik wat halen? Mhm. Nee. Ja, natuurlijk, je mag jezelf af en toe verwennen. Maar als ik dan hoor dat uh, heel veel daarvan weer teruggaat, dan denk ik echt: waar zijn we eigenlijk mee bezig? Ja, het is uh, zonde. Ja, uh, gewoon heel eerlijk, ik vind het echt zonde. Uh, al is het maar van de hoeveelheid werk en noem maar op. Mm -hmm. um, en dit zit dus ook nog eens allemaal in die marges inbegrepen. En oh, natuurlijk, als, op het moment dat jij stopt met uh, alles extra bestellen. Dat is een druppel op een gloeiende plaat. Maar ik hoop dus dat deze aflevering door iedereen gedeeld gaat worden. Uh, want deze druppel op de gloeiende plaat. als iedereen die nou doet. dan zijn de marges opeens weer veel aantrekkelijker voor de bedrijven. en kunnen de prijzen misschien ook wel gewoon laag. Nou ja. Hm. Want als de helft van de schoenen steeds teruggestuurd wordt. ja, dan gaat het toch iets echt mis. Dat zou je wel denken, de, de hè? <laughs> als, je, als je tien jurkjes bestelt en je hebt er maar één nodig. Ja, had je dan wel tien jurkjes moeten bestellen, of had twee misschien drie ook wel gekund? Hè, dat, dat gewoon even uh, puur hypothetisch gezien. Ik draag zelf mm. geen jurkjes, moet ik heel eerlijk bekennen, dus ik heb Huis? geen idee. Oh. Ja, maar uh, dus, dat, daar zit gewoon een, een error in mijn hoofd. En dan nog ja. is het feit dat je er zo makkelijk, dus schijnbaar over denkt, dat je het kan maken van: hé, hey, ik draag iets een dag en dan stuur ik het daarna weer terug. Ja, blijkbaar. Ja. Kan, kan gewoon. Ik, ik zou me gaan schamen als ik me zo gedraag. Ja, ik uh, vind dat ook niet heel netjes. Zo, uh, zo zijn we niet opgevoed, zeggen we dan. Maar ik, ik heb de verhalen wel eens... Ik ken niemand die het doet. Maar ik heb de verhalen inderdaad wel nee. eens gehoord. Van, je, hebt een, uh, je hebt een fancy feestje. En daar heb je fancy kleding voor nodig of schoenen. Ja, ga je dan een, uh, voor de dames een jurk van uh, 200 of 300 euro kopen voor één dag? Nou, weet ik niet. Misschien kan je er eentje bestellen. Het kaartje eraan laten zitten en een beetje goed wegmoffelen ergens. Dat het niet zichtbaar is. Je gaat naar het feestje, je brengt de jurk gedragen weer terug naar de winkel. Dan heb je toch een gratis jurk, of in ieder geval gratis een dag dat ding aan ja. En met schoenen net zo. Ik, uh, ik vind het niet zo heel netjes. Ik ken ook niemand die het doet, moet ik zeggen, maar ik heb er inderdaad wel eens van gehoord. Ja, maar als ik dan ook inderdaad de verhalen hoor van. Uh, inderdaad bij de duurdere jurkjes dat ze uh, van, die, van die label tags eraan doen, die je er niet meer aan kan zetten, ja. uh, hè, die dan super opvallend zijn. En als je ze verbreekt en weer terug probeert te doen, dan zit alles onder de verf of weet ik het wat. Nou, hé, mm -hmm. dat, dat soort zaken. Ja. Daarvan denk ik, hé, je kan hem prima passen met die tag, maar als je het jurkje wil dragen, dan moet die tag eraf. Mm -hmm. Toen had ik al van, hé, is dat nodig dan? Is daar een markt voor? Uh, nou, ja, bij 300 ja. vierhonderd euro jurkjes schijnt dat dus wel een ding te zijn. Mm -hmm. uh, dat je inderdaad het jurkje draagt en dan weer terugbrengt. Uh, dat Wekamp nu 50 cent per retour vraagt, dacht ik echt van, nou... Is dat dan echt nodig? En dan krijg je later de cijfers te horen. Ja, per mm. maand verwerken ze 50.000 retouren. 50.000 retouren. Dat is... Oh yo. Ik vind dat echt absurd veel. Ja? Die schoenenwinkel waar die, die in de, de docu voorkomt... Nu noem het een document, het is eigenlijk gewoon een aflevering van Tegenlicht. Uh, okay. Daar vertelt een van de medewerkers van... Ja, per dag verwerkt deze persoon 450 tot 500 paar schoenen Zo. die retour komen. Zo, dat net is. Dus als je dan even gaat bedenken, oké, okay, uh, 50.000, dus dat zijn er, nou, pak een beet, 16, uh, wat is het? 1600 stuks per dag? Nee, meer. Het zijn nogal, uh, nou, weet ik veel. Ja, 1600 per dag. Mm -hmm. Stel dat dat alleen schoenen zijn, dan heb je al drie werknemers fulltime nodig om de retouren daar te kunnen verwerken. Dat is echt verschrikkelijk. Eigenlijk om het uitpakken, want daarna moet het weer, dan moet het weer terug in de schappen en weet ik het wat, en ik weet niet wat de marges zijn, maar schijnbaar. Lukt dat? Uh -huh. Maar gewoon het feit dat er dus uh, zoveel dingen terugkomen. en bij schoenen schijnt het nog veel erger te zijn. Ja, ja ik, ik schrik daarvan dat er zo ontiegelijk veel terugkomt. En hè, dat, dat je zulke dingen bestelt, prima. maar dat er zoveel terugkomt. en dan dus ook nog beschadigd. Uh -huh. Ja, dan. En, en bij webwinkels ligt ook wel, denk ik, een ding hoor. Want ik ben een heel erg groot voorstander van uh, tweede kansjes. Ja. Uh, sommige webwinkels. En dan zetten ze het gewoon bij, hè, doosjes beschadigd. Dan... Nou, wat, prima, wat prima is. Ja, ik, ik denk echt van jongens, uh, prima dat er een, een deukje in de doos zit. Het apparaat ja. zelf is getest, ziet er nog goed uit. En je hebt gewoon nog nieuwe garantie. Hè. Dat, dat zit er dan wel bij. Bij onze favoriete Blauw-Oranje webwinkel uh, hebben ze dit heel veel. En dan ja. zie je inderdaad van ja, voor uh, weet ik veel, betaal je 5 euro minder voor een artikel. Waarvan alleen de doos beschadigd is. Dus denk ja, dat doe doe mij die dan maar. Ja, toch? Ja. En natuurlijk, en, uh, het kost hun de marge en de verzendkosten en weet ik het wat, maar het wordt op zijn minst niet weggegooid. Precies. En dat heb ik wel een beetje en daarom heet deze de aflevering, of die gaat in ieder geval over consumentisme. Ik vind dat we sowieso al heel veel bestellen en uh, misschien soms wel te veel en te veel verbruiken, mm -hmm. maar dat we dan ook nog eens zo met onze resources omgaan van, oh het is niet goed, we flikkeren het weer weg, of hè, de, de, we sturen het terug, gebruikt, beschadigd, noem maar op. Ja, ja daar, daar gaat het bij mij mis in ieder geval. Ja, dat is niet heel, uh, heel netjes inderdaad. Nee. Dus, en, en, uh, maar goed, ik, ik had het over verhalen van hè, die, die uh, tech die niet verbroken kan worden zonder, als je het wil dragen. Dan kan je het niet meer terugbrengen. Uh, week op die nu 50 cent rekent per retour. Maar ja. dan ook de verhalen van Amazon en zo, die gewoon alles de oven ingooien als iets terugkomt. Serieus? Ja, in Amerika is dat echt zo'n ding geweest van als je iets bij Amazon terugstuurde. In Amerika was dit. Oei, oei, oei. Uh, dan werd het eerst in een warehouse neergeflikkerd. En dan is het dus goedkoper om de heleboel te verbranden. dan uit te zoeken weer in de vakken te leggen en wikker te halen. Oei, zo. So, nou. En ja, dan denk ik inderdaad wel van. Oeh, misschien ga ik gewoon maar weer naar de winkel en pas ik het even. En als ik het dan niet wil, hang ik het weer netjes terug aan het haakje. Mm -hmm. uh, en als ik het wil hebben, dan koop ik het. Uh, is sowieso beter voor je portemonnee effectief. Want je voelt dat je iets uit moet geven. Dus hè, het is veel bewuster dat je geld uitgeeft. Ja. Maar het, het is dus ook milieubewust technisch iets beter. En ik, ja, voor mij is er dus eigenlijk een wereld open gegaan, hoe slecht dit wel niet is voor het milieu. En al die retouren en er net niet voorzichtig mee omspringen. Uh, ik denk dat daarbij de webwinkel zelf zeker ook wel een, een ding is. Van hey, biedt uh, het met korting aan. Van hey, ja, is het een beetje beschadigd? Of is het niet helemaal oké. Okay. Hey, uh, zeker bij materialen. Ja, ja uh, inderdaad, wat we zeggen, wat maakt jou het uit dat er een deukje in het doosje zit? Of dat het ja, zegel nee. verbroken is. Uh, de blauw blauwgele blauw-oranje winkel die doet er weer een sticker omheen van gecontroleerd: dit is het nieuwe zegel. Maar van ons. Het maakt er maar niks uit, inderdaad. Nee, uh, voor jou als consument scheelt het. het ja. Maak er ook echt gebruik van. En de webwinkel hoeft dat niet meteen volledig af te schrijven... en gaat dus ook niet ten koste van de marges. Nou oh ja. Ja, en dat is natuurlijk wel... Uh... Wat ik trouwens ook, en dat vind ik dan ook wel weer een... Uh... Ja, misschien wat, kunnen we hier wat mee. Uh, ga eens naar een tweedehandswinkel. Zo'n mm -hmm. kringloop of ga ergens naar een bazaar in een kerk of weet ik het wat. En zeker als je kinderen hebt, neem die lekker mee. En laat ze daar een keer wat leuks uitzoeken. Want daar heb je echt vaak hele goede, leuke dingen... voor ja. echt een habbekrats. En als ze er klaar mee zijn met spelen, dan breng je het weer terug naar de kringloop. En kan de volgende er weer wat mee. Vaak gaan de opbrengsten ook nog eens naar het goede doel. Oh, top. Ja, dan heb ik inderdaad echt van. Oh, nou. En ik laatst ook bij een bazar geweest, heb ik een nieuwe klok gekocht. Tenminste, een tweedehands klok. Hij doet het nog prima. Hij ziet er leuk uit. En ik had een klok nodig. Heb je mijn naam gegeven? Een klok. Handsklok? Oké. Nee. Nee, dit editor. gaat echt te ver. Het is een jaar om deze de in te laten of uit te knippen. Dit, dit gaat echt te ver. Oké, okay, hij moet eruit. Knip, knip. <laughs> oh. Oh, is het, dus een, het is nog geen vrijdag. Oh, Oké, okay, dan mag ik dit dus niet meer doen. <laughs> een nieuwe klok, vertel verder. <laughs> hij hangt in huis. Het is een huisklok. Klokhuis. Nee, huisklok. Uh, een muurhorloge er niet om mijn pols. Je kunt wel lachen hoor, maar. <laughs> dit, is voor, dit is Afrikaans voor klok. <laughs> Echt? Een muurhorloge? Ja. <laughs> oh, jongens. Heb ik wel eens gehoord. Ik Google het nu om het even zeker te weten. En anders sturen we nog steeds twee waterkokers naar de kroeg, hè? Lekker borrelen. <laughs> <laughs> ja, oké. Okay. Ik, was, ik was die alweer vergeten, maar bedankt dat je het uh, teruggebracht Oh. Uh, 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 uh. <laughs> dus, je hebt een nieuwe klok gekocht. Uh, even de tranen uit mogen vegen. hoor. Ja, dat zijn dus de dingen waarvan ik zeg, ook met speelgoed of met puzzels. Als ik een puzzel een keer heb gemaakt, ja, dan ben ik er wel klaar mee. Uh, dan hoef ik hem niet uh, een tweede keer te maken in de komende vijf jaar. Mm. Uh, uh, nou, dat soort dingen. Dus, uh, en als je daar iets koopt, het is al een keer geproduceerd, uh, dus je hebt technisch gezien gewoon geen nieuwe uitstoot. Want het is uh, al geproduceerd, ja. het is al helemaal verwerkt. Het is, hè? Ja. Nou, dus ja, misschien is dat dan wel ook nog eens een overweging. En zeker voor sommige materialen. Als je een keer een, een leuke jurk misschien al zoekt. Ik heb eigenlijk ja, tweedehands kleding heb ik ook nog wel eens een tijd gehad. Heel vroeger. Mm -hmm. Maar het, er zitten ook vaak nog prima dingen in. Uh, waarom zijn platforms als uh, Vinted en Wekert dat allemaal ook zo populair? Dan koop je dus tweedehands kleding. Uh, en scheelt dus daadwerkelijk de uitstoot ook weer. Nou, uh... Uh, ja, en, en, en het gaat heel ver. Hè, want het, is, uh, het maken van kleding is best wel vervuilend. Zeker. Uh, dan, dan moet het naar Nederland vervoerd worden per boot. Dan moet het per vrachtwagen naar een distributiecentrum. Per vrachtwagen of bus naar de winkel. De winkel uh, gaat dat neerleggen. Die gaan uh, allerlei verpakkingsmateriaal zitten weggooien. Jij gaat met je auto naar de winkel. Uh, of je bestelt het online en die auto die komt bij jou. Dus die kilometers die worden hoe dan ook gereden. Uh, misschien is je zelf het zelf rijden, dus zijn het iets meer kilometers in totaal... dat die auto een efficiënter rondje kan rijden dan als iedereen afzonderlijk naar de winkel op en neer zou gaan. Maar er wordt er nou van gereden. Uh, vervolgens stuur je het weer terug en wordt die kleding in de fik gestoken. Ja, dan zou je ook kunnen zeggen: joh, we kopen het tweedehands, inderdaad. De marktplaats vindt het. Uh, er zijn vast nog andere platforms om daar uh, wat slims mee te doen. Ja, dus hè, probeer er eens op die manier naar te kijken. En ik denk dat dat. Uh... Als bewustzijn met geld... Uh, dan denk ik ook dat je wat bewuster... tenminste, dat hoop ik dan in ieder geval... dat je wat bewuster ook met milieu omgaat. Ja. En dit zijn dan inderdaad de dingen... dat je denkt van... hey, uh, bewust met geld, maar ook met milieu. Uh, inderdaad, een tweede kantje. Een marktplaats. Een uh, uh, tweedehands winkel, kringloopwinkel. Uh, of ergens een bazaar. Ook om het goede doel meteen te steunen... maar ook gewoon inderdaad om spulletjes te kopen. Nou ja. En uh, wat ik zeg... Neem je kinderen dus ook vooral daarheen mee. Want het is ook daarin weer het stukje opvoeding. Een, mm. een voorleesboekje hoeft niet gloednieuw te zijn. Want het verhaal is precies hetzelfde. He, ga naar een bibliotheek, ja. dat boek is al door tientallen mensen gelezen. Uh, het verhaal is nog precies hetzelfde. En als je mm. dan een beetje zuinig met die spullen omgaat, dan heeft de volgende daar ook weer plezier van. Nou, dat is, dat is wel een ding. Hè. Kijk, ik koop zelf geen tweedehands kleding, moet ik zeggen. Uh, maar ik doe heel lang met mijn kleding. En uh, mijn vrouw vindt dan dat ik tweedehands kleding heb omdat ik het veel te lang draag. Maar Hey, die trui die zit nog prima. Waarom uh, is dat een probleem? Nou, dan zien we uit de mode of zo. Ik heb geen idee. Ik heb er niet zoveel verstand van. Ik ben zo'n typische, zo typische man dan uh, misschien. Die oude truien uh, zitten vaak het lekkerst. Ja man, dat is echt dat is, dat, dat is het beste. Zo'n zo ja. dag dat je thuis, thuis op je zolderkamer zit te werken en niemand ziet. Uh, lekker in zo'n oude slobbertrui zitten, dat is echt heerlijk. Uh, vrienden van ons die hebben een, uh, een kindje. Klein, uh, net een jaar oud. Ja, die groeien uit die kleding hoor. Dat, dat is niet normaal. Weet je? Elke, elke maand, elke twee maanden zijn, zijn ze te groot voor de kleding die ze hebben. Ja. En, zij, en zij zeggen ook, ja, no way dat we nieuwe kleding uh, kopen. Ja, dat snap ik heel goed. Dat zou ik ook niet doen. Ik denk als wij kinderen hebben, dat we ook uh, heel veel via de Vintage en, uh, en dergelijke platforms gaan, uh, gaan kopen en verkopen. En dan, uh, dan, dan heb je een shirtje wat, uh, wat een nieuw een tientje was, wat nu op Vinted voor 5 euro staat, dat draag je, of dat draagt je kind. En, uh, en twee maanden later, drie maanden later verkoop je het weer voor, nou ja, misschien, uh, misschien niet meer voor vijf euro, maar voor vier of drie. Uh, het enige wat dat je dan heeft gekost is die één euro afschrijving en een beetje verzendkosten. Ja. Dat, en dat is puur de financiële overweging, maar daarnaast heb je nog de milieuoverweging natuurlijk. Dan nou, hoeven hoeft niet allemaal nieuwe kleding te maken en weg te gooien. Ja, sterker nog, je kan ook schijnt, ik weet het niet precies hoor, maar je schijnt op Marktplaats of uh, soortgelijke platforms, complete kinderkamerinrichtingen te kunnen kopen. Wauw. En toen dacht ik echt van, dat? Wow. Hoe werkt dat dan? Werkt dat dan? Als in een ja, bed? maar gewoon de commode en uh, ledikantje, dat soort gekke geit. Dat ja. kun je gewoon allemaal tweedehands kopen. Yo. En toen had ik inderdaad echt van, maar waarom niet? Hè? Kijk, hooguit zeg je, nou, het matrasje, daar kopen we even een nieuwe van. Of de verschone dingetje, weet ik veel. Dat uh, maar uh, dat zo'n ladykantje tweedehands is... Ja, en dan, dan ben ik misschien ook een boeren, boerenvent hoor. Maar zo'n kind, die nee, krijgt daar niks van de mee. De of het nieuw, nieuw was <laughs> of uh, tweedehands. Ja. Weet je. Nou, eens, en een, eens... een kinderwagen, die, die slijt je volgens mij niet met het eerste kind. Uh, dus die kan je volgens mij prima van de marktplaats halen. Je loopt er een rondje proef mee. En volgens mij zijn ze dan vaak wel gewoon nog goed. Hmm. Misschien niet hoor. Misschien krijg ik nu heel veel luisteraars over me heen. Die zeggen, hoe durf je dit te zeggen, Arjan? Maar er is zoveel tweedehands te krijgen. Dus eigenlijk hoef je ook niet alles nieuw, nieuw te kopen. Ja. En dat, dat is dus inderdaad wel iets wat een gedachtegang kan zijn. En daar probeer ik mezelf wel in ieder geval wat aan te leren. Van koop wat minder, sowieso. Ja. Uh, want spullen, ik, ik hoef niet tien keer hetzelfde kabeltje te hebben. Ik koop één keer het kabeltje. En als die echt kapot is, dan koop ik weer een nieuw kabeltje. Mm -hmm. uh, spullen hoeven niet gloednieuw te zijn. Uh, ik hoef geen gloednieuwe klok. Ik vind het prima om een tweedehands klok aan de muur te hangen. Ja. <laughs> tweedehands klok. Je, Je moest even aan het grapje denken, hè? <laughs> oh, goed. Um, dus, hè, eh, er wat langer mee doen, er minder van hebben, het tweedehands kopen. Um, en op die manier ook gewoon daar bewust, uh, misschien zelfs wel onbewust, een soort van geld mee te besparen, maar wel er wat bewuster mee omgaan. Ja. En dat, dat kan al dus al beginnen bij hoe stuur je jouw nieuwe spullen retour? Uh, wat gaat ermee gebeuren? Dus um, ik denk dat we hier gewoon mee af moeten sluiten, want uh, anders gaan we echt een milieubeweging beginnen. En dat is niet het doel van deze podcast. Uh, Beste luisteraar, ik uh, wil je vooral even wijzen naar de show notes van vandaag. Uh, die staan op goedmetgeldpodcast.nl/slash 228, want ze zitten in aflevering 228. Uh, daar nemen we ook het YouTube-filmpje op. Of zoek gewoon even uh, naar VPRO uh, tegenlicht. Uh, dit gebeurt daar met je retourzending. Ik schrok ervan. En uh, in die 25 minuten wat of zoiets. Uh, hoop ik dat jij ook misschien wel een klein beetje even gechoqueerd wordt. Om er op zijn minst weer even. Ja, bewust van te zijn. wat er nou eigenlijk mee, met jouw retouren gebeurt. Mm -hmm. um, deel hem ook vooral, want ik vind dit echt wel een boodschap die. Uh, die breder gedragen mag worden binnen de, de maatschappij. Um, en als jij dan inderdaad jouw vervolgstapje weer zet. om inderdaad of dingen wat goedkoper tweedehands of wel niet te kopen. dan is onze missie van de Goed met Geld-podcast ook weer gelukt. om uh, jou in ieder geval wat bewuster met je geld om te laten gaan. Nou, ja, dat inderdaad. Hè. Dus als je zegt van ik vind het allemaal niet zo interessant. maar ik wil gewoon geld besparen. Hey, dat kan ook. En dat gaat samen met elkaar. Hè. Dus uh, doe dat vooral. Ja, en uh, met, met deze. Toch wel een maatschappelijke boodschap uh, zijn wij er over twee weken gewoon weer. Dus tot de volgende keer. Bye bye, tot de volgende keer.